Joy. Ja. Foutje, nou, sorry. We hadden al gewacht, maar we zijn er hoor. Ik ben al warm gefietst. Denk ik weet niet zeker. Ik hoop dat jullie thuis ook lekker erbij zitten op je fiets van hier. Misschien heb je zelf wel een fiets, kan ook. Nou, we gaan even een lekker half uurtje fietsen. We beginnen natuurlijk met een nummertje infietsen. Vervolgens gaan we een stukje klimmen en daarna racen. Komt van alles voorbij. We hebben straks in ieder geval na een half uurtje het gevoel dat we flink wat hebben gedaan. Tenminste, dat zijn jezelf, want je moet zelf natuurlijk trappen en draaien. Nou, let goed op je houdingen. Zit goed achter op je zadel. Handen, positie 1. Schouders ontspannen, schouders laag. Hakken laag. En duw en trek aan je trappers. Hou je knieën netjes recht naar voren. En maak alvast lekker tempo. We gaan het lekker warm krijgen sowieso. Precies zit je van buiten, dat kan natuurlijk ook. Dat is helemaal lekker. Maar hier staat de airco ook niet aan hoor, dus we gaan lekker zweten. Je weerstand, ja, die hoeft nog niet zwaar natuurlijk. We zijn lekker aan het infietsen, maar je mag hem wel lichtelijk voelen. Want hierna gaan we klimmen, dus bereid je daar vast op voor. Dus voel gewoon dat je hartslag rustig aan omhoog komt. En dan gaan we straks beginnen met het eerste bergje. Move your feet. Toepasselijk nummertje ook. Nou, draai alvast maar een klein beetje aan die knop. Naar rechts. Wel naar de goede kant natuurlijk. Voel dat die spanning een beetje toeneemt in je benen. En hou je tempo ook alvast ietsjes om. Ik vind het heel gezellig hier met al die fietsers. Ik hoop dat jullie thuis mee doen, anders later. Ja, lekker tempo erin. Misschien heb je dus wel iemand anders. Hè, nog in de woonkamer zitten of hè, waar je ook zit. Laat die even een berichtje sturen. Of maak een foto, nog leuker. Laat in ieder geval zien dat je erbij bent. Maak nog iets meer tempo. Voor je laatste wetertjes. Branding lekker op gang laten komen. En ik hoop dat jullie ook allemaal een watertje bij de hand hebben. Of wat er ook in je flesje mag zitten. Dat heb je nodig. Laatste secondes. Duw en trek nog steeds goed aan je trappers. En rustig doorademen. In door je neus, uit door je mond, nu het nog kan. En je hartslag is nu nog vrij laag natuurlijk. 60% ongeveer. En dan gaan we een beetje naar 70. Oké. Weerstand. Macht erbij. Hop. Gaat er iets niet helemaal goed? Ja, deze. Daar is die. Gaat lekker vanavond. Nee, we gaan naar deze. We gaan verder met racen. Weerstand. Mag lekker losjes. Het is een andere volgorde geworden dan ik dacht, maar dat maakt niet uit. We gaan lekker naar beneden, van de berg af. Weerstand lekker terug. Kom goed in positie. Handen een beetje tussen 2 en 3 in. Hoofdlichaam goed naar voren. En duw en trek aan je trappers. En dit doe je op je eigen tempo, hè. Maar probeer lekker zo snel mogelijk. Dit is je eerste race momentje. Zal de muziek goed staan? En anders ja, dan zetten ze hem thuis een beetje harder. Precies. Dat is een lekker nummertje. Kom, bouw je tempo op. Hartslag gaat omhoog. Misschien 70-80% al wel. En focus vooral op de muziek, dat zal je helpen. Dan gaan we bergje afwaarts. Windje mee. Ready? Komt-ie. Zet aan. Tempo, tempo, tempo. Let's go. Zet hem ietsjes harder. Ja, remmen los. Komt ie. Duw en trek aan die trappers. Snelheid. Explosie. Als het goed is, voel je zo de eerste zweden ervan zo komen.
Ja, max 3 minuten. Het duurt heel lang. Dus blijf lekker doorgaan. Hou vast, hou vast. Niet opgeven. Tempo, tempo. En blijf vooral doorademen. Je hartslag gaat hoger. Dus in en uit. Door je mond. 1, actief gerust. Tussendoor. Kan je je tempo heel eventjes iets minderen. Als je dat wil. Als je het wil. Komt, je mag je tempo heel even iets terug. Zo niet. Ga je lekker door. Maar voor iedereen. Probeer een klein beetje zwaarder te draaien. Voor het laatste stukje. Kom weer opnieuw in positie. En dan gaan we weer. Tempo maken. En zorg dat je niet gaat stuiteren op je zadel. Dan staat hij gelicht. Dus voel die weerstand. En dan gaan we naar de eindsprint. Ja? Daar is hij. Komt ie. Tempo, tempo. Remmen los. Zo snel je kan. Op jouw niveau. Blijf ademen. Door, door, door. Bijna finish. We gaan achter elkaar door. Geen pauzes. Tempo minder. Nou, vanaf hier, we zijn dus nu beneden, gaan we weer omhoog. Je weerstand, draai je een paar tikken naar rechts. En het tempo is het belangrijkste. Dit is het tempo. Rechts, links, rechts, links. Ja? We gaan zo meteen staan en zitten. Om en om. Stukjes vastzetten, vriezen. In het midden. En naar achter. Kom maar staan. Handenpositie 3. Eerste stuk. Rechts, links, rechts. Schouders ontspannen. Billen iets naar achter. Hakken laag. En hou je tempo vol. Oké, let op. Billen komen iets naar achter. We gaan even focussen. Op de achterkant. Duw, duw, duw. Ja, voel die spanning. Voel je die bilspieren. Daar ligt de focus. Ellebogen los. Handen in het midden. Hoofd liggen we rechtop. En dan gaan we even het midden vastzetten. Kom op. Freeze it. Hakken laag. En adem rustig door. Voel die bovenbenen. Stukje verzuren. Handen weer terug. Positie 3. Kom weer naar achter. Duw, duw, duw. Ik heb maar nummer jellies. We gaan nog een keer. Zet kracht. Kom op, hè. Voel die spanning. Het wordt tijd voor een beetje weerstand extra. Kom maar staan. Gewoon een staande klim. Weerstand. Tikje naar rechts. En zolang je goed in het tempo zit. Hè, zit je goed. Als je te snel gaat, dan zit je te licht. Ga je te langzaam, zit je te zwaar. Handen in het midden. Zet vast, vast, vast. Kom. Bovenlichaam weer stil. Hakken laag. Billen iets naar achter. Adem rustig door. Voel die spanning in die benen. Kracht. Handen weer terug, naar 3. Kom naar achter. Open je zadel weer. Ellebogen zijn weer los. Bovenlichaam zoveel mogelijk stil. En duw die hakken weer laag. We gaan steeds weer iets hoger en hoger. Handen weer terug naar het midden. Bovenlichaam stil. Wie zit in het midden? Kom op. Hoe meer je voelt in die benen, des te beter, hè? Alles voor het goede doel. Kracht. Handen weer terug. Positie 3. En kom naar achter. Duw. Oké, vanaf hier gaan we zitten.
fiets omhoog. Drink even wat. We gaan lekker door. Met nog steeds een stukje klimmen. De weerstand probeer je ook hier te houden. Ondanks dat het tempo ietsjes hoger ligt. Kom maar staan. Staande klim. En vanaf hier blijf even in die staande. Iets extra weerstand. Draai bij. Duw, duw, duw. Gaat ie er goed thuis? We zijn al 10 minuten onderweg, hè? Kom maar zitten. Weerstand ietsje extra. Let op. Klein stukje aanzetten vanuit je zittende klim. Ai, ai, ai. Stukje power training. Let op, staande klim. Op. En nu kom je weer zitten. Handen terug naar 1. Dus we gaan sneller om en om. Kom weer staan. Op. Terug. Juist. En weer op. Blijf even hier staan de klim. Rechts, links, rechts. Dit is nog steeds je tempo. En voel die spanning op je benen. Probeer nog een tikje extra te doen. Hartslag. En ligt nog steeds redelijk hoog. Voel die zweet op ons komen. Blijf in je staande. Let op. Gaan we eerst even zitten. Handen weer terug naar 1. En kom terug. Duw en trek. Aan die trappers. Wie draait er nog een beetje extra. Ai, ai, ai. En dan gaan we weer naar de staande. Handen weer voor. Duw, duw, duw. En nu gaan we dus in de staande klim een stukje tempo maken. Kom op. Zet aan, zet aan. En dan gaan we weer om en om. Kom maar zitten. Duw, duw, duw. En weer op. Handen weer terug naar 3. Kom weer zitten. En weer op. En weer terug. Kom weer staan. Handen weer voor. En neem alles mee. Hè. Kom terug. Oké. Drink even wat. En dan gaan we verder. Oké. Volgende nummertje. Gaan we verder met een racing opnieuw. Dus je weerstand mag weer een stukje terug. Hij duurt 3 minuten ruim. Dus niet heel lang. Maar goed genoeg om even die hartslag weer omhoog te krikken. Kom weer goed naar voren. Schouders weer laag. Handen positie. 2-3. Rug recht. En bouw je tempo op. Vanaf hier. Dit is je warm-up. Voor je eerste sprint, zo direct. De bedoeling is gewoon dat de hartslag lekker hoog blijft. We zijn maar een half uurtje bezig. Dus dat moet kunnen. Spinning, hit eigenlijk. Hit spinning. Oké. Dit was je aanloop. Je hoort het aan de muziek. We gaan steeds meer en meer. Weerstand. Probeer je wel iets bij te zetten. Dat je wel wat spanning voelt, hè. Daag jezelf uit. Je kan meer dan je denkt. Nou, gaan we. Iedereen op zijn eigen niveau. Bouw je tempo op. Ready? Snelheid. Explosief. Conditie. Verbranding. En hele hoop calorietjes. Ready? Voor racing. Hey, let's go! Met z'n allen. Thuis of hier. Achter de buis. Of hier. Laat je gaan, hè. Dit is je kans. Ik hoop dat je niet te laat gegeten hebt. Hou vast, hou vast. En duw en trek aan die trappers, hè. Verdeel je kracht. Kom op. Adem in en uit door je mond.
hartslag gaat best misschien richting de 90 hoog. Dus blijf goed doorademen. Als je het nodig hebt, tempo heel klein beetje minder. Dan maak je het klaar voor je allerlaatste stuk. Weerstand extra. Nog één keer. Gas op die lolly. Kottie. Hey, 200%. Double speed. Snelheid. Kom op. Op naar de viers. Go, go, go. Blijf goed laag. Venus is echt. Hou vast. Relax. Nou, we zijn beneden. Vanaf hier gaan we weer klimmen. Weerstand, wacht er weer op. Drink weer goed tussendoor. Nou, koud hebben we niet meer. Duidelijk tempo. Rechts, links, rechts. Handen, positie 1. A2. Draai hem goed naar rechts. En begin even zittend. Zorg dat je goed in het tempo zit. En vanuit daar gaan we straks weer staan. Gaan we beginnen met de eerste staande klim. Handen, positie 3, op. Schouders weer laag. Ontspannen. En vergeet ook die buikspieren niet, hè. Je hebt ze niet voor niks. Trek je navel in. En zo gaan we verder. Kom weer terug naar zitten. 1. Weerstand. Tikje zwaarder. Vanaf hier gaan we weer omhoog. Duw en trek. Kom op. Daag jezelf uit. Zolang je maar goed in het tempo zit, ga je lekker. Continueer. Staande klim. Rechts, links, rechts. En vanaf hier mag je weer lekker over je zadel komen naar achter. Alsof we flinke tegenwind hebben. Gezicht net boven je stuur. Adem rustig door, in en uit, door je mond. Haal die focus. En voel die benen werken, daar gaat het om. Kom dan weer naar een staande klim, opnieuw. Duw, duw, duw. En je mag best die benen goed gaan voelen, hè. We gaan alweer richting het einde. Kom weer naar achter met een beetje extra weerstand. Draai die bij. Ai, ai, ai. Kom weer lekker laag. Duw die middel maar naar achter. Misschien hebben de buren nu wel heel mooi uitzicht thuis. Of iemand op de bank. Ai, ai, ai. Voel die benen binnen werken. Kom weer naar een staande klim. Alles weer mee. En kom even terug naar zitten. Weerstand. Draai bij. Nou, we gaan nog steeds omhoog. We blijven dus met weerstand fietsen. Het gaat alleen weer steeds ietsje zwaarder. Ja? Duw en trek aan die trappers. We beginnen weer met handen. Positie 1 naar 2. En vanuit daar gaan we straks weer staan. Wat we wel gaan doen in dit nummer, is een stukje race tussendoor. Dus we gaan van klimmen naar racen. Kom maar staan. Weerstand, nog een beetje extra. Beetje extra weerstand op. Zet alvast aan. We gaan zo meteen weer terug naar de zittende klim. Handen weer terug naar 1. Kom maar zitten. Probeer nog even 1 slag extra te draaien. Dat je goed die spanning voelt. En zet alvast aan. Ja? Let op hand bij de knop. Weerstand. Paar slagen terug. Handen naar voor. En even snelheid. Tussendoor. Even dat omschakelen. Intensief voor je lichaam, hè. Snel omschakelen. Hou vast, hou vast.
Laatste metertjes. En dan mag je hand weer bij de knop. Paar tikken naar rechts. Draai weer terug. Pak gelijk dat tempo weer op. Handen weer. Positie 1 à 2. Schouders laag. Hakken laag. Alles op die trappers. Handen weer. Positie 3. Kom maar staan. Willen we iets naar achter? Nou, let op. Handen in het midden. Blijf even stilstaan. Ai, ai, ai. Voel die spanning in die bovenbenen. Willen ietsjes naar achter? Schouders laag en stil. Wie draait er nog een beetje zwaarder? Probeer. Zolang je maar in het tempo zit. Dat is belangrijk. Oeh. Hou vol. Oké, kom maar zitten. Handen weer. Naar voor. Weerstand terug. En let's go. Double tempo. Snelheid. Dus het omschakelen kost energie. Hou vol. Als het goed is, ben je lekker aan het zweten. Hoge hartslag. Zo niet, moet je nog net ietsjes harder je best doen. Alles op die trappers. Voluit. Oké, tempo iets minder. Nou, je hoort het. Finale nummertje. Pittig. Betekent ook dat we alle weerstand die we nu nog over hebben, erop gaan draaien. Zolang je maar in het tempo zit. Ja? Dus het is niet zo moeilijk te horen. In welk tempo we gaan fietsen, denk ik? We beginnen met de handen. Positie 1 naar 2. En dan gaan we omhoog. Base up to the top. Ja, met z'n allen naar de finish. Laatste stuk alweer. Dus doe even extra je best. Alle beetjes energie die je nog hebt, mogen eruit. Check, check, check. Weerstand. Nog een slag erbij. Kom maar dan vast staan. Ai, ai, ai. Met z'n allen, hè. Finale stukje. In je staande klim. En dit is dus het tempo, hè. Komt-ie. Rechts, links, rechts, links. Nu zet ik hem keihard. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan de buren niet leuk vinden. Dat gaan de pops niet leuk vinden. En ik denk... jullie thuis ook niet. Laat de muziek je wel helpen, hè. Laat je gaan. Klein stukje nog. Hier staande. Kom weer zitten. Handen weer terug. Klein beetje weerstand. Probeer nog een beetje extra te draaien. Duw en trek. En dan komt weer met z'n allen. Naar de staande klim. Ready? Let's go! Staande klim. Duw en trek. Kom hè. Laatste loodjes. En als je voelt hè, dat je te snel gaat, draai even zwaarder. Ook veel beter voor je knieën. Ja, kunnen jullie nog een beetje praten voor je gevoel? Of niet? Als het niet het geval is, zit je goed. Klein stukje nog in je staande. Kom op. Hou vol. Duw, duw, duw. En dan gaan we weer even terug naar de zittende. Komt die weerstand. Probeer nog een beetje extra voor je laatste meters. 2, 2, 2. Hoge hartslag, hè? Zo ga je lekker. Kom weer staan. Base up to the top. Rechts, links, rechts, links. En kom weer zitten. Ja. Half uur, alweer. Draai weerstand. Even lekker terug. Al
als je nog niet moe bent, doe hem nog een keer, straks. Maar nu, nou ja, bij mij is in ieder geval het zweet goed losgekomen. Ik hoop bij jullie ook. Laat je hartslag even lekker zakken. Even rustig uitfietsen. En drink pas wat. Als je hartslag weer wat lager is, hè. Als je rustiger bent. Eerst even rustig bijkomen. En probeer zo meteen wat lekker in te ademen door je neus. Uit door je mond. Oké, kom maar even lekker rechtop zitten. En schud je arm even lekker los. We gaan even heel diep in ademen. Maak je lang. En kom even opzij. Eén arm achter je rug langs. Kijk ook even achter je, zo over je schouder heen. Wissel, andere kant, helemaal lang. Maak een draai in je rond, kijk naar achter. En kom weer terug naar het midden. Pak je handen voorbeen, maak je rug bol. Kin op je borst. Slet tussen je schouderbladen. Open je arm, adem heel diep in. Blaas uit. Pak je handen achterbeet. Trek je schouders laag. Draai even met je hoofd van links naar rechts. Nog twee keer. Lekker stretch voor je nek. En kom weer terug naar het midden. Schud je arm even lekker los. Blijf rustig doorfietsen. En dan mag je je linkerarm voorlangs doen, schouder laag houden. Trek hem opzij. Kijk ook je schouder naar achter. Wissel, andere kant. Dus pak hem net bij je elleboog. Hou je schouder laag. Kijk naar achter. Oké, schud even lekker los. Drink wat, iets rustig door. En dan gaan we naar de laatste stretch van de benen. Eén hak naar beneden. Heup gaat naar voren. Heup naar voren. Wissel, andere kant. Doen we even nog een keer. Andere kant. Goed die stretch voelen even in je kuit. Oké, stap rustig van je fiets. Schud je benen even los. En dan pak je enkel. Knieën goed tegen elkaar. Heup naar voren. Stretch van je bovenbeen. Zet je voet even naar voren. Billen naar achter. Voel die stretch van je hamstring. Achterkant been. Meteen kan je naar toe trekken. En wissel. Andere kant. De knieën goed tegen elkaar. Heup naar voren. Voel die stretch van je bovenbeen. En dan pak je weer hamstring stretch. Binnen goed naar achter. Nou, schud even lekker los. Maak even helemaal lang. Adem in. Blaas uit. Laat je ballen naar voren. Nog een keer adem in. Blaas uit. Applausje voor jullie. Voor ons met z'n allen. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Desnoods doe je gewoon nog een keer. Misschien dat er van de week nog een lesje opkomt. Maar ja, dan kunnen jullie het achter elkaar doen. Dan heb je gelijk een lekker uurtje. En ik zou zeggen, doe het zo vaak mogelijk als je wil. Totdat je echt moe bent. Ja? Fijne avond allemaal. En ik hoop tot snel. Zoals jullie zien staan er nog best wel wat spinningfietsen die jullie kunnen lenen. Heb je iets zachter zetten? Ja. Dus als je nog een spinningfiets wil lenen, dan stuur even een mailtje naar Wesley. Wesley@enjoysportcenter.nl. En dan kan je in ieder geval van de week je fiets nog ophalen. Tot volgende keer!